Ik heb een vraag, een heel kleine vraag. Zijn er nog mensen op de wereld die niet eten, ook vandaag? 10 jaar en dan al je eerste single op de radio. Michelle Okke uit Spier treedt met het nummer Ik heb een droom in de voetsporen van kindsterretjes als Heintje en Jantje Smit. Vandaag presenteerde ze haar single in café Het Hof van Dwingelo. Met als titel Ik heb een droom. Alsjeblieft. Toen ik 3 was, zong ik eigenlijk al. Maar ja, ik kwam er vorig jaar pas achter. En toen ben ik bij mijn ouders op gaan treden in het Drentse leven. En toen wist ik dat ik zangeres zou worden. Ze is spontaan. Ze is puur. Puur natuur. En ze weet mensen met 1 blik al te overtuigen en het hart te laten smelten. En dat is een ongrijpbare factor die deze meid beheerst. Zuiver op de stem en qua timing. De hoge tonen pakt ze heel gemakkelijk. Ik verwacht dat ze heel veel plezier gaat maken in muziek. En als de mensen het mooi vinden en dat willen delen, dat dat ook echt gaat gebeuren voor haar. Een grote toekomst misschien wel. Wie weet, wie weet. It was so cool.